Opnieuw zijn er in het holst van de nacht 3 schapen doodgebeten door een wolf. En daarmee komt het totaal van de afgelopen week op 60. Bijzonder is dit keer dat de moordpartij van de wolf is vastgelegd op beeld. Deze keer sloeg de wolf toe in Vlijmen. De schapen stonden op een veldje naast een kassencomplex waar de beveiligingscamera's vastlegden hoe de wolf de schapen doodbeet. Het beest had het vooral voorzien om de lammetjes. Het resultaat? 3 schapen dood en eentje verdwenen. Dit is de plek waar de schapen zijn doodgebeten. De bloedspatters zijn hier nog te zien. Nou, de eigenaren van de schapen willen niet reageren op camera, maar ze zijn boos. Ze zijn zelfs furieus, want ze dachten dat de schapen hier veilig zouden zijn. Ze hadden ze juist hierheen gebracht, omdat het dichtbij een nieuwbouwwijk is. En ze dachten, hier komt die wolf niet. Ja, het feit dus dat die schapen dus zo dicht bij een nieuwbouwwijk zijn gepakt, daar schrikken mensen van. Ja, ik was gisteravond in de woonwijk, dat is hier letterlijk naast. Ja, dat was wel even schrikken, want hetzelfde geld, ja, wij waren daar natuurlijk met vrienden. Hetzelfde geld was die wolf daarheen gekomen, dat is wel echt schrikken natuurlijk. Ja. Want je bent bang dat die wolf ook jullie zou kunnen pakken? Ja, het zou kunnen. Ja, het is eigenlijk wel een wild dier, dus ja, je weet niet wat je moet doen. Dat is wel een gevoel eigenlijk. De ZLTO wijst erop dat deze wolf zich niet normaal gedraagt, omdat hij in de buurt van de bewoonde wereld komt. Deze wolf is onvoorspelbaar. Want hij doet niet zoals een wolf zou moeten doen. Na een bloedige week hebben ze het helemaal gehad met het beest. Als hij er eentje op eet omdat hij eten moet, nou ja, niet leuk, maar zou kunnen. Maar dit zijn er 60 in 7 dagen. Dat gaat niet. En dus ziet de land- en tuinbouworganisatie geen andere oplossing dan de wolf, op wat voor manier dan ook, te verplaatsen. Hij moet weg hier, hij moet naar een gebied waar weinig mensen zijn en veel eten. Laten we maar in zo'n gebied lopen waar everzwijnen zijn. Wolven-expert Leo Linnart zegt dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken, omdat wolven zelden mensen aanvallen. Maar wel zegt hij dat boeren snel moeten starten met het beschermen van hun schapen. Inderdaad, als wij niks doen, als wij onze schaapjes op een presenteerblaadje blijven aanbieden aan al die wolven die door Nederland trekken, want dat doen ze toch. Dan komt er een moment waarop wolven ook, als ze een territorium hebben, denken van nou, met al die schapen hier, dat is heel goed overleven. Nou, dan krijg je vervolgens, net als in Frankrijk, allemaal wolven die gewoon geleerd hebben dat je in een schapenwijn moet zijn en dat je zus en zo het beste aan je vlees komt. Nou, dat is precies de verkeerde weg. En in Duitsland pakt ze het wel goed op. Daar zijn de meeste schapenweiden dus goed beschermd. En de wolven die daar vandaan komen, die zijn, die eten gemiddeld meer wild dan Franse wolven. De provincie laat weten dat de wolf is beschermd en dat ze daarom niet veel kunnen doen. Behalve het vee beschermen, bijvoorbeeld met speciale netten. Die netten stelt de provincie ook beschikbaar aan schaaphouders.